Dat een gewoon partijcongres voor het CDA moeten zijn, maar de bijeenkomst vandaag stond in het teken van de jonge asielzoeker Mauro. CDA-minister Leers heeft besloten dat Mauro naar Angola wordt uitgezet. En vandaag hebben de partijtop en een groot deel van de leden hun steun voor Leers uitgesproken. De nieuwe minister van Immigratie en Asiel werd geboren in Kerkrade en was als kind al een bouwer. Nee, het is niet Serge van het duo met Saskia, maar Gerardus Bernardus Maria Leers, zeg maar Gert. De vader van drie dochters studeerde planologie en ruimtelijke ordening. Begon als ober in een pannenkoekenrestaurant en eindigde onfortuinlijk als burgemeester van Maastricht. Uw politieke stijl is ook af en toe wel, wat mensen zeggen, een beetje tikkeltje theatraal, hè? Daar houdt u wel van. Nou, dat weet ik niet. Nee? Nou ja, het hangt ook een beetje de aard van het beestje natuurlijk om dingen te steggen. En ik zoek het wel ook een beetje. Lekker fel ook. Dat wel, maar dat ben ik zelf. Ja? Ja, waar komt dat vandaan? Nou ja, vanuit thuis. Mijn vader was dat zeer. Mijn tante, mijn oom, dus mijn oom. Het komt echt van. En mijn moeder ook. Beetje driftkikkertjes. Geen driftkikkertjes, maar wel fel. Verbeten, proberen dingen voor elkaar te krijgen. Dat is er tegenaan. Twaalf jaar lang was Gert Leers CDA Tweede Kamerlid. Hier leerde hij het politieke vak. En hier kreeg hij landelijke bekendheid als luis in de pels van de bouwwereld. Samen met Rob van Gijzel zwengelde hij de bouwfraude aan. Ik denk dat hij heel erg, dat was ook als Kamerlid, heel erg op de inhoud is. Dus hij is niet echt alleen maar op de partijen, partijbelangen. En in zijn rol als burgemeester is hij daar natuurlijk in gegroeid. Hè. Hij heeft natuurlijk als leidraad voor zijn handelen gewoon, ja, vind ik dat het deugt of niet. En ik wil, als het niet deugt, dat gewoon kunnen bespreken. En ik denk dat heel veel mensen in Maastricht het als een verademing vinden. Het een verademing vinden dat hij dat ook bespreekbaar maakt. Dat er een keer over gesproken worden, dat oplossingen gezocht kunnen worden. Want er is heel veel weggestopt daar. Mijn naam is Gert Leers, burgemeester van Maastricht. Minder kiddo's aan de hash, voel ik als mijn dure plicht. In een jaar tijd heeft hij faam verworven als de lefgoze burgemeester. Met harde hand heeft hij een einde gemaakt aan jarenlange slepende conflicten. Hij trad hardop tegen illegale en criminele praktijken op woonwagenkamp Vinkenslag. Nou, er moet nog wat gedaan worden en die man die bijt zich ergens in en die zet door. De burgemeester van Maastricht die ligt onder vuur. Hij investeerde via een gemeenteambtenaar 2,5 ton in een Bulgaars bouwproject. Volgens een onderzoeksrapport heeft hij daarbij de schijn van belangenverstrengeling tegen zich. Leers is uitgerekend de man die bij zijn aantreden de lat hoog had gelegd als het gaat over integriteit van bestuurders. Daar waar ik aan de basis sta van deze kwestie en fouten heb gemaakt, bied ik de inwoners van Maastricht en u als raad daarvoor mijn oprechte excuses aan. Na een debat van ruim 5 uur gooide Leers zelf de handdoek in de ring. Het gezag en het imago van Leers zijn beschadigd, zei de raad. En om 12:30 vannacht trad hij af met een staande ovatie, knuffels en kussen. Dames en heren, leden van de raad, Maastricht was het mooiste wat me is overkomen. Gert Leers, de nieuwe minister voor Immigratie en Asiel en de Achilleshiel van Rutte 1. Hij heeft van alle ministers misschien wel politiek de meest kwetsbare portefeuille. Hans Wiegel, oud-leider van de VVD en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, weet wat het is om mensen onder vuur te nemen. Hij kent Leers goed. Hij geldt als tamelijk stellig. Ja. Ik vind dit en ik heb gelijk ook. Ja. En dat, dus gaat het ook zo gebeuren? Zo deed hij het ook als burgemeester. Omdat ik het zeg? Ja. Is dat handig? Dat is niet altijd handig. En Wim van den Kamp, leider van het CDA in Europa. Jarenlang collega van Leers in de Tweede Kamer. En politiek veteraan van de Christendemocratie. Nee, dit kan je geen droomstart noemen. Het gedoe rond Leers begint al vlak na diens aantreden. Eerst is er de botsing met de Kamer over het uitzetten van asielzoekers naar Irak. Dan komt zijn Bulgaarse vakantievilla weer om de hoek. En nu is hij het mikpunt van GroenLinks en Geert Wilders, omdat hij instemde met het opheffen van de visumplicht voor Bosniërs en Albanezen. Nou, toch had hij gewoon nee moeten stemmen, want het is allemaal ketelmuziek om te zeggen van dan hadden we later, kunnen we misschien nog nee zeggen. Dat gebeurt toch niet in Europa. De minister zelf wist in welke situatie hij terechtkwam toen hij ja heeft gezegd. Hè.
Dus hij zal dat allemaal hebben ingecalculeerd. In deze constructie minister worden op deze portefeuille, wat natuurlijk voor Wilders de Achilleshiel is van het kabinetsbeleid. Maar elke keer voor hem je hoed afnemen en al te vriendelijk zijn zou ik hem ook niet willen aanbevelen. Kan Gert Leers het tij keren? Wordt die minister brekenbeen en speelbal van gedoger Wilders? Of heeft die karakter, kan die indruk maken, terugslaan, de critici doen verstommen?